ben Michel van Dicht, kaasmeester uit Antwerpen. We zijn dus in Destelbergen, in de regio Gent. We gaan Dirk Cornelis ontmoeten. Dus we gaan hier ontdekken dat de bruine leffen met de ambachtelijke gam als aperitief een zeer goede combinatie zijn. We zouten met enkel zeezout en gedroogd gedurende minstens 10 maanden tot 13 maanden. Dat is verdorie nog handwerk, hè? Mijn ouders zijn gestart met een slagerij in 1954. Wat zijn we nu aan het doen? We zijn er nu smout aan het opsmeren. Met de bedoeling om dus geen korst te krijgen. Ah ja, ja. Nog de echte ambacht. Ja. Jij als kenner? Ja, dat is in orde. Ja, Kedrik, ik denk dat uw ham zeer goed gaat samengaan met een bruine leffe als aperitief. Twee pure producten samen. Een mooie schuim. Een beetje een mooie kraag erop. Een mooie kleur ook. Ja, een mooie kleur. Chocoladetoetsen. De gebrande toetsen wat neutraliseren. Ja. Smaaksensaties. Nee, het licht zilte van de ham en de zoete smaak. Van de bieren is heel goed zo. Bariage parfait. Ik denk een engelken op mijn tongs. Lekker, hè? Dank je voor het bezoek.